Het is heel mooi hoe, als je goed kijkt, hoe er in zo'n grasveld een soort wereld voor je opengaat binnen de wereld waarin je altijd leefde. Heel veel diversiteit te vinden in zo'n grasveld. Je kijkt er misschien snel naar en dan denk je, dat is gras. Maar eigenlijk bestaat zo'n grasveld soms wel uit 40 of 50 verschillende soorten planten. En daar zitten vervolgens ook weer allemaal insecten op, die samenleven met die planten. Mijn naam is Constant Swinkels en ik ben een promovendus aan de Radboud Universiteit. En ik doe daar onderzoek naar de interactie tussen bestuiversgemeenschappen en plantengemeenschappen. Het is een heel rustgevend landschap. Allereerst, ik vind het heerlijk om hier rond te lopen. Er zijn altijd vogels aan het zingen. Prachtige bloemen op de dijk natuurlijk ook. En ik vind het een hele interessante plek. Ik heb heel veel insecten gevonden en planten gevonden die ik nooit verwacht had te vinden. Dus het is ook nog altijd een plek van verwondering voor mij in die zin. Ja, ik geef ook les over biodiversiteit. Vind ik heel erg leuk om te doen. Vind ik ook heel belangrijk dat mensen begrijpen wat biodiversiteit is. Dus die leer ik allereerst. Hoe ga je zo'n veld nu in? Hoe ga je nou bepalen wat biodiversiteit is? Dus we leren ze soorten herkennen. We leren ze soorten determineren. Maar vervolgens ook wat je met die informatie kunt doen. Bijvoorbeeld gemeenschappen van planten vertellen iets over de plek waar ze staan. En hoe kun je dat nou in wetenschap gebruiken? We zijn hier op het lab. Hier determineer ik de bijen en verzamel ik de pollen van de bijen die we in het veld gevangen hebben. Dat doe ik uiteraard niet alleen, er zijn heel veel collega's bij betrokken. Daar ben ik nu mee bezig. Door die pollen te analyseren weet ik precies welke bloem welke bij bezocht heeft. En dat geeft ons dan weer inzicht in hoe gemeenschappen samen de bloemen gebruiken die beschikbaar zijn. Het is heel belangrijk om dat goed te begrijpen, omdat dat voor de restauratie van bijenpopulaties, die heel hard achteruit gaan, cruciale informatie is. Als we weten hoe die gemeenschappen functioneren, betekent dat ook dat we ze beter kunnen helpen. Blijf nieuwsgierig, want je blijft ontdekken. En dat is wat mij ook zo fascineert in deze wereld. Is dat je iedere keer als je denkt, nu heb ik alles gezien, zie je weer 10 nieuwe dingen. Je kunt eindeloos ontdekken in een wereld die eigenlijk recht onder je neus ligt. En ik zou vooral zeggen, ga ontdekken.